Dank je. Welkom. Ik ben inderdaad Joost Augustijn. Ik ben een historicus, gespecialiseerd in Engeland en Ierland. Maar ik ben een historicus, dus ik ben niet iemand die nou precies weet hoe de Brexit momenteel zich aan het uitvloeien is. Al ga ik er wel misschien wel iets over zeggen, in ieder geval over de problematiek die daar rondomheen hangt. Nou moeten we op tijd klaar zijn. Ik ben meestal vrij breedsprakig, dus ik moet mij houden aan de tijd. Soms ga ik misschien wat snel. Maar er zijn een aantal dingen die ik wil doen. Ik moet even excuseren voor de Engelstalige PowerPoint, maar ik heb deze lezing ook elders gegeven en toen moest hij in het Engels. En ik ben te lui geweest om hem om te zetten in het Nederlands, maar ik ga er even vanuit dat jullie de vrij eenvoudige woorden die erop staan toch gaan volgen. Goed, ik ga een paar dingen doen dus vandaag. Dat is een beetje uitleggen hoe Engeland en Europa zich nu tot elkaar verhouden, historisch gesproken. Daarna komt er een periode waarin die verhouding zich nogal uit elkaar gaan lopen. Dat je een splitsing krijgt wat wij de Splendid Isolation van Engeland noemen. Engeland richt zich niet op Europa, maar op de wereld erbuiten. Daar gaan we iets over zeggen. Dan wordt Engeland toch onderdeel van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Hoe ging dat in zijn werk? Dat is een beetje het volgende onderwerp. Dan gaan we kijken naar de oorzaken van de Brexit. Waarom is dat eigenlijk? Hebben de Engelsen voor een Brexit gestemd? Wat niet verwacht werd uiteindelijk voor het referendum. Misschien gaan we nog een beetje kijken naar de consequenties, wat de problematiek is rond die Brexit die gaande is. Of ik daar aan toe kom, dat gaan we vanzelf merken. Gaan of we eruit moeten of niet. Goed. Allereerst moeten we eigenlijk vaststellen of Engeland wel bij Europa hoort. Historisch gesproken. Nou was er toevallig een paar weken geleden een mooie archeologische ontdekking. En dat was dat er in de tijd van de uitbreiding van de landbouw, dus ik ga even terug, dus toen mensen van jagers en verzamelaars landbouwers werden, zijn er twee manieren waarop dat zich verspreidde, het gebruik van landbouw. De ene gedachte is dat het mensen waren die landbouw gebruikten, die waren heel succesvol en verdreven andere mensen en namen gebieden over. Of het gebruik van landbouw was een cultureel verschijnsel wat overgenomen werd door andere volkeren en daardoor uitbreiden. Nou, beide mogelijkheden van de uitbreiding van landbouw zijn archeologisch te onderbouwen. Maar wat blijkt nou in het geval van Engeland? Dat de eerste landbouwers in Engeland uit Nederland kwamen. Dus als je naar het DNA kijkt van de eerste landbouwgebruikende volkeren in Engeland, dan is dat DNA wat uit Nederland oorspronkelijk uit Nederland komt. Dus eigenlijk zijn Engelse Nederlanders, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat wist ik nog niet toen ik deze PowerPoint in elkaar ging zetten. Dus dat hebben we nu even toegevoegd. Maar er zijn nog wel meer connecties tussen Engeland en Europa. En dat begint eigenlijk met de Kelten. Volk waar ook niet helemaal zeker is of die zich nou de cultuur van de Kelten zich uitbreidde omdat mensen het overnamen of dat de Kelten zelf vanuit Centraal-Azië Europa overgenomen hebben. Maar in ieder geval is die cultuur zich steeds verder uitgebreid. En heeft die ook Engeland en de Britse eilanden als geheel geïncorporeerd. Van ongeveer 500 voor Christus zie je dat. Dus de Kelten komen uit Europa, dan wel cultureel, dan wel fysiek, en komen in Engeland en Groot-Brittannië als geheel te zitten. Daarna hebben we de Romeinen, komen ook uit Europa, zoals jullie allemaal weten. Die nemen Engeland in 43 na Christus in principe over, proberen ook Schotland over te nemen, dat lukt niet helemaal. Uiteindelijk krijg je daardoor de muur van Hadrianus en de muur van Antonius, en eigenlijk is daarmee het onderscheid tussen Schotland en Engeland te verklaren, omdat het Engelse deel veroverd werd door de Romeinen en het Schotse deel niet. De Romeinen eindigen begin van de 5e eeuw. Daarna blijft de Romeinse invloed nog wel aanwezig in een culturele zin. En ook zijn er mensen natuurlijk die al eeuwenlang daar geïncorporeerd zijn. Dus het is een beetje een multiculturele samenleving, zou je kunnen zeggen. Die vooral bestaat uit volkeren die uit Europa zijn gekomen. Nou, dat gaat nog verder in de tijd daarna. Dan krijgen we de invasie van de Angelen en de Saksen. Volkeren uit Noord-Duitsland, Germaanse volkeren uit Noord-Duitsland, die Engeland overnemen. En dan weer specifiek Engeland en eigenlijk veel minder in Schotland. En ook niet in Wales. Waardoor je het verschil tussen Engeland en Wales enigszins kan verklaren. Want Wales blijft een meer een Keltisch-Romaans geïnspireerd deel van Groot-Brittannië. En Engeland wordt een Anglo-Saxisch deel. Dus daarbij heb je ook die driedeling op het eiland van Groot-Brittannië verklaard. Maar dat zijn weer volkeren uit Europa die Engeland overwinnen. En
In de periode daarna, 9e en 10e eeuw, zien we dat de Vikingen en de Noormannen uit Noorwegen en Denemarken, feitelijk ook weer Engeland en Schotland en ook deels Ierland, in ieder geval deels overnemen en in ieder geval een grote invloed krijgen op die twee gebieden. Dan hebben we het laatste onderdeeltje, de laatste keer dat Engeland door Europa werd invasie werd gepleegd die succesvol was. En was natuurlijk in 1066 van Willem de Zwijger uit Frankrijk, uit Normandië, de graaf van Normandië, hertog van Normandië moet ik zeggen eigenlijk, die Engeland onderdeel maakte van zijn Franse koninkrijk. Goed, wat je kunt vaststellen na deze geschiedenis is dat Engeland, Groot-Brittannië, is een Europees land. Die conclusie wil ik even hierbij maken. Engeland is niet, in welke zin dan ook, een apart onderdeel. Heeft een heel veel groter gedeelde geschiedenis met Europa. En na 1066 was dat ook niet alleen zozeer in deze connecties die er waren, maar ook in fysieke zin. Engeland was onderdeel van het Rijk van de Normandiërs. En eigenlijk was alle gekleurde delen hier die we zien, behalve het paarse stuk, want dat is Schotland, Wales en Ierland, zeg maar, was onderdeel van het Angelfinische Rijk. Dus de helft van Frankrijk en ongeveer Engeland waren één koninkrijk, onder één koning. En dus Engeland was echt letterlijk onderdeel van een Europese Unie, zou je kunnen zeggen, na 1066. Langzamerhand waren er natuurlijk ook andere pretendenten in Frankrijk die macht wilden hebben. Die breidden die macht ook steeds verder uit in Frankrijk. Dus langzamerhand werd de macht van de hertog van Normandië in Frankrijk ingeperkt. En in 1453 was er eigenlijk niks meer over, behalve Calais. Calais was nog onderdeel van dat rijk en daar waar Engeland ook onderdeel van uitmaakte. Dus de Unie was wel een beetje geslonken, maar er was nog steeds een connectie met het Europese vasteland tot 1558. Dat was het einde van die connectie. Nou, in de periode daarna, eigenlijk al in die eindperiode, zien we dat Engeland zich wel ontwikkelt. Maar Engeland is nog steeds een niet zo machtig koninkrijk in de Europese context. Frankrijk en Spanje eerst en later Frankrijk, zijn de grote dominante machten in Europa. Engeland heeft niet de mogelijkheid om haar macht in Europa verder uit te breiden. Is er net uitgegooid door de Franse macht. En richt zich dan op de wereld buiten Europa. Engeland, in eerste instantie komt de verklaring waarom Engeland zo succesvol is in het maken van een wereldrijk, van een empire, van een koloniaal rijk, is omdat zij zich moet verdedigen tegen de Europese machten. En dat moet ze doen via het hebben van een sterke vloot. Een Europese macht kan alleen maar Engeland binnenvallen als ze een heel groot leger in één keer op het vasteland van Engeland kan brengen. En daar heb je een sterke vloot voor nodig. Omgekeerd heeft Engeland dus niet een sterk leger nodig, maar wel een sterke vloot. En die sterke vloot die ontwikkelt ze ter verdediging van tegenmacht in Europa, maar gebruikt ze daarna om haar eigen wereldrijk te ontwikkelen. Dus in de periode vanaf de 16e eeuw, eigenlijk tot aan de 20e eeuw, verkeert Engeland eigenlijk in een opbouwfase van het empire. Nou, dat wordt vrij groot, al die rode delen zijn onderdeel van het empire rond de Eerste Wereldoorlog. En net na de Eerste Wereldoorlog, omdat ook de deel van de Duitse koloniën overgenomen zijn. En ook van de mandaatgebieden in het Midden-Oosten van het Ottomaanse Rijk. Maar dit is allemaal onderdeel van het Engelse Keizerrijk, het Engelse Wereldrijk. Het begin van de 20e eeuw. Dus in die hele periode van de 16e tot de 20e eeuw eigenlijk verkeert Engeland in een splendid isolation. Dus de banden tussen Europa en Engeland worden steeds kleiner. Engeland wil zich ook niet bemoeien met Europa. Ze zijn er ook niet machtig genoeg voor. En worden rond de tijd van Napoleon natuurlijk wel even gedwongen om mee te doen met Europese oorlogen. Maar proberen zich daar in principe uit te houden. Nou, dit is een boek wat daar heel specifiek over gaat. Maar goed, daar gaan we ons niet verder mee bezighouden. Want we gaan weer terug naar Engeland en Europa. En dat komt toch, die connectie tussen Engeland en Europa komt, is een gevolg van dat hebben van dat wereldrijk. Want je kunt je wel proberen te isoleren van Europa als continent, maar als je in de wereldrijk bezig bent, en hebben we weer de koloniën van Engeland, deze is een kaartje van iets eerder, 1901, dus Tanzania wat Duits is, dat was nog niet onderdeel van het Engelse Rijk die we net zagen, Egypte wel nog, maar die is later onafhankelijk werd. Maar wat je hier ziet, zijn die zwarte pijltjes,
hier, daar, daar en daar. En dat zijn conflictgebieden waar Engeland een conflict heeft met een andere mogendheid. In de koloniale wereld, deze lichtgroene delen waren van Frankrijk. En die heeft ook nog hier een heel klein stukje daar. Wat Frankrijk wilde aan het eind van de 19e eeuw, ten tijde van de Scramble for Africa, zoals het heette in de jaren 80 van de 19e eeuw. Daarvoor was Afrika eigenlijk niet bezet, alleen een paar koloniën aan de zijkant van de kustgebieden. Eind van de 19e eeuw werd heel Afrika overgenomen. Frankrijk wilde een koloniaal rijk hebben van hier naar hier. En Engeland had al Zuid-Afrika, daar, Kaap Goede Hoop. En ook in Egypte zaten ze, en zij wilden van noord naar zuid. Nou, dan krijg je automatisch een conflict daar in het midden. Dat ook daadwerkelijk tot een veldslag bij de slag bij Fashoda heeft geleid. Dus Engeland heeft een conflict met Frankrijk in de koloniale wereld. Hier sluit het Engelse Koninkrijk, Keizerrijk, zich, het koloniale rijk zich aan het Russische Empire. En de Russen willen graag een havenstad die aan een warme golfstroom ligt. Die niet bevriest tijdens de winter. En daarvoor hebben ze twee mogelijkheden. Ze willen een haven hebben aan de Middellandse Zee. Dus op de Balkan gaan ze rommelen. Servië, zeg maar, lijkt een beetje tot de Eerste Wereldoorlog. En ze zitten hier te duwen om te kijken of ze hier niet in Perzië of in Indië een haven kunnen krijgen voor zichzelf. Het is dat koloniale rijk, dat kan niet helemaal in splendid isolation blijven functioneren. Je komt automatisch in conflict met Europa. Nou, omdat ze hier, met een andere Europese macht. En dat conflict leidt op een wat ingewikkelde stapjes, leidt dat eigenlijk tot Engelse betrokkenheid bij Europa in het begin van de 20e eeuw. Want als we aan het eind van de 19e eeuw, helemaal aan het eind van de 19e eeuw, heb je de Boerenoorlog, 1899 tot 1902. Engeland heeft daar heel veel moeite mee om de boeren te controleren. Bijna de helft van haar leger is nodig om de boeren te onderdrukken. Dat betekent dat als er elders in het koloniaal rijk iets zou gebeuren, stel dat de Russen iets willen of de Fransen iets willen, dat het Engelse leger eigenlijk niet in staat is om dat probleem op te lossen. Om twee problemen tegelijk, twee grote problemen in het rijk, is moeilijk om te op te lossen. Dus Engeland voelt zich onveilig in haar keizerrijk. Dus wat wil ze? Die problemen die ze heeft met andere rijken, met andere landen in Europa oplossen. Dus wat doen ze ook inderdaad? Hier zien we de alliantie tussen Frankrijk en Rusland. Die gaan samenwerken in het begin van de 19e eeuw. Dat maakt het nog enger voor Engeland. Dus wat doet Engeland? Die gaat met Frankrijk in zogenaamde entente cordiale. De samenwerking tussen Engeland en Frankrijk. Engeland en Frankrijk maken een verdrag waarin ze problemen oplossen. Engeland mag Egypte, Frankrijk mag Marokko hebben. De Egyptenaren en Marokkanen hebben daar even niets beter over te zeggen, maar zo gaat dat. En dat zorgt ervoor dat Engeland en Frankrijk eigenlijk in een soort pact terechtkomen. Ze hebben geen conflicten meer in de buitenwereld. En intern zijn er natuurlijk opkomende lopende spanningen met Duitsland. Want Duitsland is een land in ontwikkeling. Aan het eind van de 19e eeuw sterke industriële ontwikkeling. En wil eigenlijk ook een wereldmacht worden. En ze hebben maar een heel klein koloniaal rijk, omdat Bismarck, leider van Duitsland aan het eind van de 19e eeuw, die Duitse eenwording heeft gecreëerd, eigenlijk niet geïnteresseerd was in een wereldrijk, in een koloniaal rijk. Maar onder keizer Wilhelm II wil dat wel hebben. Maar er is nog maar weinig ruimte over op de wereldbol. Dus als je iets wil hebben, dan moet je het van iemand anders afpakken eigenlijk. Dat is dan de situatie. Dus vanuit het Duitse oogpunt is deze samenwerking tussen Rusland, Frankrijk en Engeland een heel gevaarlijke ontwikkeling. Die zien het ook ongeveer zo. Dat is het Duitse kijk op de l'entente cordiale. Dus Engeland trekt eigenlijk overal, zet ze haar klauwen neer in de wereld. Nou, dat leidt bijna onvermijdelijk eigenlijk tot een conflict. Dus vanuit die isolatie, vanuit die empire, raakt Engeland eigenlijk betrokken bij de Europese oorlogen. De Eerste Oorlog, Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog die we hier zien uitbreken op kranten. Nou goed, daar kun je je les uit leren als je bij die oorlogen betrokken bent, want het gaat natuurlijk met veel slachtoffers gepaard. Dus dat weten we al ongeveer, vermoed ik. Maar de vraag is, wat gaan we doen na de Tweede Wereldoorlog? Hoe gaat Engeland zich opstellen ten aanzien van Europa na de Tweede Wereldoorlog? Die splendid isolation was misschien toch niet zo'n goed idee. We willen niet weer een oorlog krijgen na die twee wereldoorlogen, dus er moet al nagedacht worden over de toekomst. En Churchill, die premier was natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, de grootste Brit ooit, zoals de Britten zelf hebben voorgestemd een tiental jaar geleden.
Die werd weliswaar bij de verkiezingen van 1945 verslagen door de Labour-partij. Vrij uniek voor een succesvol oorlogsleider, maar hij had wel een idee over de toekomst van Europa. Zij ging rond Europa en sprak een beroemde rede in Zurich 1946, waarin hij het volgende zei. If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and glory which its 300 or 400 million people would enjoy. Kortom, Churchill roept op tot samenwerking. En hij zegt dan ook, hè, dat de eerste stap moet eigenlijk, we must build a kind of United States of Europe. Ja, dus dat zegt Churchill, hè, de leider van Engeland op dat moment. Een van de leiders, dan een oppositieleider weliswaar, maar een belangrijke leider die later weer premier zal worden in de jaren 50. Dus, dat wordt ook gecommemoreerd, hè. Europa sta op, Europe arise. Dat is in Zurich nog steeds te vinden. Goed, en de eerste stap die er dan genomen wordt in die samenwerking, die ook geëntameerd wordt in Engeland, is de Council of Europe. Er is een samenwerkingsverband, maar dan komt al gelijk een belangrijk probleem naar boven. Gaan we echt spreken over een United States of Europe? En gaan we over een eenheidsstaat spreken? Of gaan we over een federale samenwerkingsverband spreken? En die discussie, moeten we federaal of unitair zijn? Dat is de kerndiscussie die ook in de Europese Unie steeds gespeeld heeft. En langzamerhand is Europa natuurlijk ontwikkeld vanuit een federaal idee naar een steeds verdere politieke integratie, zoals in het verdrag van Maastricht ook benoemd wordt. Het punt op dat moment is de vraag, gaat Engeland meedoen aan deze Council of Europe en aan de stappen die daarna komen? De Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, die in 1949 opgericht wordt, is natuurlijk ook een uitvloeisel van die samenwerkingsgedachte en van de gedachte dat oorlog voorkomen moet worden in de toekomst en dat het het beste kan als we van elkaar afhankelijk zijn en dat we structureel samenwerken. Maar Engeland wil zowel niet een unitaire staat via de Council of Europe en ze wil niet meedoen met de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal en later met de EEG in 1953. Waarom willen ze niet? Dat is eigenlijk een beetje van toeval afhankelijk. Aan de ene kant, bij de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal was al duidelijk dat Engeland de grootste productie in kolen had van Europa, veel groter dan de rest. Ze hadden ook door de Labour-partij na de Tweede Wereldoorlog de kolenindustrie net genationaliseerd. Dat was al ingewikkeld genoeg. En dan om dat ook nog een keer te integreren in een Europese context was eigenlijk te veel gevraagd op dat moment. En ze hadden banden met het empire nog steeds, waarin als ze te weinig kolen zouden hebben, dan zouden ze die altijd uit de rest van het empire kunnen importeren. Of ze konden exporteren naar het empire waarmee ze geld verdienen. En om je daar onderdeel te maken van een Europees gestuurd samenwerkingsverband ten aanzien van kolen en staal lag voor Engeland niet zo voor de hand. Die waren sterk ontwikkeld in die twee gebieden. Engeland wilde daar eigenlijk niet aan meedoen. En bij het begin van de Europese gemeenschap in 1953 vonden ze eigenlijk dat de Europese gemeenschap te klein was. Die 6 landen die ermee begonnen, daar zagen ze eigenlijk veel minder in dan een grotere Europese samenwerking van alle. De EFTA, zeg maar, die je ook hebt als organisatie die geen politieke consequenties had, maar puur een economische samenwerking was. Dus Churchill zegt wel, we moeten mee gaan doen, Europa moet integreren, maar Engeland zegt toen eigenlijk al van, we willen wel een beetje meedoen, maar niet zo ver als jullie gaan. Daar is een beperking aan. Goed, maar we weten allemaal dat Engeland uiteindelijk wel onderdeel van de Europese Unie is geworden. Dus hoe is dat ontstaan? Dat is de volgende vraag die we ons moeten stellen. Nou, dat heeft met 4 dingen te maken. Zeg maar. Ten eerste, die banden met het empire waren heel belangrijk. En het grote empire was nog steeds heel groot aan het eind van die Tweede Wereldoorlog. Hoewel in 1948 India en Pakistan natuurlijk en Bangladesh onafhankelijk werden. Maar die banden met het empire waren nog steeds heel economisch heel belangrijk. Maar dat veranderde snel. En dus India werd onafhankelijk, er is iets een beetje misgegaan in deze kleurstelling, maar wat we hier zien is het onafhankelijk worden van de verschillende onderdelen van het Engelse koloniale rijk. Je ziet al 1947 in India, pas in 47 is het onafhankelijk, maar in 1948 begonnen, zeg maar 1 januari. Sri Lanka, al die Aziatische gebiedsdelen verdwenen eigenlijk eind jaren 40 en vanaf begin 1960
in 57 Ghana de eerste en Soedan, zie je ook dat heel Afrika in het begin van de jaren 60 als koloniaal rijk verdwijnt. En dan heeft Engeland eigenlijk alleen nog een paar kleine eilandjes over die ze nog steeds heeft. Bijvoorbeeld de Falkland Islands of zoiets. Maar er blijft weinig van over. Dat betekent wel dat dus de economische positie van Engeland wereldwijd heel erg aangetast wordt in die periode daarna. En dat is een van de verklaringen waarom zij aansluiting gaat zoeken bij de rest van Europa. Het tweede onderdeel is daar ook een beetje mee samenhangt. En dat is eigenlijk dat Engeland als wereldmacht, in de 19e eeuw was ze de wereldmacht, dat daar een sterke neergaande lijn in is. Dat is ook al, vertaalt zich al in het verliezen van het wereldrijk, maar ook is Engeland geen wereldmacht meer. Na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk de Verenigde Staten, al na de Eerste Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog ook de Sovjet-Unie. En dat wordt het meest duidelijk in de jaren 50 met de Suezcrisis in 1956. Hier zien we Anthony Eden, de premier van Engeland op dat moment. Feitelijk wat er gebeurt is dat Egypte onder Nasser die nationaliseert het Suezkanaal. Engeland vindt dat gevaarlijk voor haar economische verkeer en haar economische belangen. Die organiseert samen met Israël en Frankrijk een invasie van Egypte. Maar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie verbieden, met name de Verenigde Staten, verbieden eigenlijk die invasie en die stoppen de invasie. En Engeland wordt gedwongen om daarmee op te houden en zich weer terug te trekken uit Egypte. Dat laat wel zien dat die status van wereldmacht, die individuele status van wereldmacht van Engeland, ook in de jaren 50 geheel aan het verdwijnen is. En dit is een, zoals je kan zien, een vrij vernederende situatie. Dit is Nasser, overigens, Egyptische leider op dat moment, maar dat werd misschien wel duidelijk. Dat is de tweede reden. Dus de empire is voorbij, de wereldstatus als wereldmacht is voorbij. En ten derde zijn er ook belangrijke economische ontwikkelingen in Engeland die deels een weerslag zijn van deze twee andere ontwikkelingen. En dat is dat de groeicijfers in Engeland eigenlijk na de eerste boom van de post-Tweede Wereldoorlog aan het eind van de jaren 50 sterk aan het afnemen zijn. Dat betekent eigenlijk dat, als je hier naar kijkt, dan zie je dat de groeicijfers zo vanaf 59 rondom de 1% rollen. Eigenlijk al in 63 heb je dan een kwartaal waar het heel sterke groei is, maar gemiddeld 1,2% groei in die jaren. Dat is te weinig om succesvol te zijn. En dus Engeland heeft een economisch probleem. En dat wordt zelfs zo erg dat ze in die tijd dat ze een nieuwe economische beleid moet gaan voeren. Dus niet meer gericht op het empire, maar ze moeten nieuwe markten vinden, nieuwe producten creëren. Het is wel zo erg met die situatie dat de IMF, het Internationaal Monetair Fonds, Engeland drie keer in de jaren 60 moet helpen om haar tekorten op de balans te helpen. Tegenwoordig wordt het IMF gebruikt voor landen die niet zo erg ontwikkeld zijn, maar in de jaren 60 gold dat dus voor Engeland, de niet zo lang geleden de wereldmacht. En in 1976 was het zelfs zo erg dat Engeland echt een bail-out moest krijgen van het IMF. Dus die economische ontwikkelingen in de jaren 60 en begin eind van de jaren 50 en de jaren 60 waren al heel erg naar beneden aan het gaan. En dat betekent dat Engeland zich echt op een andere manier moest gaan oriënteren. En de oplossing daarvan was onderdeel worden van een grotere economische markt. En dat is, die was toen natuurlijk al aanwezig, de EEG. Dus Engeland gaat meedoen, of wil meedoen in ieder geval met de EEG, al in 1961. En dus eigenlijk 15 jaar na de speech van Churchill, en 10 jaar nadat ze zeg maar niet mee wilde gaan doen met die Europese integratie, zie je dat Engeland dat wel gaat doen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. We hebben meneer de Gaulle, die wil niet dat Engeland meedoet. Die heeft er geen behoefte aan dat Engeland Europa gaat domineren. Hij wil liever dat zelf doen. Hij heeft het niet zo op met de Engelsen op dat moment. Dat in 1967 doet Engeland weer een aanvraag, wordt weer gevetoed door de Gaulle. Het is een, zoals je kan zien, zo werd dat toen gezien. Dus Engeland doet veel moeite om mee te gaan doen met Europa, maar de Gaulle gaat, dit is de Gaulle met zijn beroemde pet op, die gaat iets harder met Europa de andere kant op dan dat ze hem bij kunnen blijven. Maar goed, uiteindelijk, nadat de Gaulle afgetreden is, komt er een nieuwe aanvraag in 1972 en Engeland wordt inderdaad in 1973 lid van de EEG. Premier op dat moment, Edward Heath, zegt dan: "For my part, I have no doubt at all that the discussions we have had will prove of real and lasting benefit, not only to Britain and France,
but to Europe as a whole. Niet een heel enthousiaste speech als je zegt van ik word lid van iets, maar het zal wel in ons voordeel zijn, zoals zij toen in de kranten gezegd werd, we're in, but without the fireworks. Dus heel, al vanaf het begin dat ze lid werden, eerst werden ze heel moeizaam toegelaten en ten tweede waren ze er eigenlijk ook zelf al niet zo heel erg enthousiast over om lid te worden. En dat bleek al op dat moment. De Labour-partij die in 1974 de macht overneemt van de conservatieven van Heath, die gaan ook direct heronderhandelen over de relatie tussen Engeland en Ierland, Engeland en Europa. Sorry. En daar komt een referendum over. In 1975 is er een referendum in Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk, over moeten wij nog steeds lid blijven van de EU. En 2/3 van de Engelsen zeiden ja. Dus het enthousiasme was toen wel aanwezig onder de bevolking. Maar dat de vraag al gesteld moest worden, was wel al indicatief dat die verhouding en het enthousiasme waarmee men lid werd van de Unie een probleem was. Ja? Wat was de opkomst van het referendum? Dat weet ik wel. Moet ik wel even nadenken. Volgens mij was het was in ieder geval ruim boven de 50%. Volgens mij 57%, dat staat in mijn hoofd, maar dat kan ook verkeerd zijn. Maar met mensen met moderne middelen kunnen dat in 1 seconde opzoeken hoeveel dat was. Maar het is boven de 50%, dat weet ik wel zeker. Goed, dus eigenlijk al vanaf het begin krijg je een ingewikkelde situatie in Engeland ten aanzien van die verhouding tot Europa. Er werd al gelijk gezegd van we moeten er niet in. Een derde van de bevolking had er tegen gestemd. In de Labour-partij was er een duidelijke stroming die anti-EU was. Het Europees gezinde deel was vooral bij de conservatieve partij te vinden en niet bij de Labour-partij. Hoewel de Labour-partij dus aan macht was, waren er twee stromingen, één voor, één tegen. En daardoor was het referendum door hun opgezet. Goed, nou, we weten allemaal dat we uiteindelijk linksaf zijn gegaan op dit plaatje. Maar misschien ook wel naar voren of naar achteren. Of dat voorwaarts of achterwaarts is nog een andere vraag. Maar in ieder geval is Engeland eruit gegaan. Nou, waar lag dat nou aan als je dat een beetje bekijkt? En dit zijn een beetje de onderdelen die ik wil benoemen. Sentimenten zijn een belangrijk onderdeel. En die sentimenten hebben ook wel weer te maken met deze ontwikkelingen ten aanzien van het empire, ten aanzien van de status als wereldmacht. Het idee dat Engeland zich kan ontwikkelen tot een wereldmacht als ze maar de ruimte krijgt door de EU, dat ze eigenlijk beperkt wordt door de EU in haar mogelijkheden. Dat leidt tot een bepaalde attitude ten aanzien van Europa. Waarin er traditioneel gesproken, tenminste in de rest van Europa, iedereen de voordelen van Europa wel inzagen en het anti-Europa gevoel heel klein was. Dat is natuurlijk wel veranderd inmiddels, maar dat was in Engeland eigenlijk altijd al aanwezig. En dat kun je een beetje zien over dit soort vragen die in Engeland vooral opspeelden. En dat er in Europa een regel was over dat je alleen maar rechte komkommers mocht verkopen en geen kromme. Dat werd in Engeland heel erg opgespeeld. Out of control bureaucracy. Dat is al in een heel vroeg stadium, in de jaren 70, 80, werd dat al een punt in Engeland. Had een hele goede reden, want je had gewoon sorteermachines, die konden kromme komkommers niet aan. En dat was dus helemaal niet een EU-regel, het was gewoon vanuit het bedrijfsleven. Die zeiden van wij maken komkommersorteermachines. En zo'n ding, daar kan je niet mee omgaan, dus je moet er gewoon een beetje rechte komkommer hebben. Maar goed, dat werd natuurlijk op een gegeven moment door de bepaalde pers werd dat gebruikt. En dan krijg je dit soort attitudes in de krant. Delors was op dat moment commissievoorzitter in de EEG. En die wordt door de Sun al ernstig up yours. Het ging over de Europese Monetaire Unie op dat moment. Some readers are urged to tell the French fool where the stuff is ECU. European Currency Unit. Nou, dat blijft nog steeds meespelen. Dus ook in de context van de Brexit-stemming werd dat ook nog een keer naar voren gebracht. Dus dat sentiment is heel sterk. En dat wordt ook wel breed erkend. Dat is een aardig stukje van een columnist in de Irish Times. Die zegt eigenlijk van het feit dat de Engelsen voor de Brexit gekozen hebben, is een beetje, en nu niet meer terug kunnen krabbelen, nu ze zich realiseren dat het eigenlijk niet zo'n goed idee is. Is een beetje vergelijkbaar met een kat die in een boom is geklommen, maar niet meer naar beneden durft. En wat moet je doen om die kat eruit te krijgen? Eigenlijk moet je hem verleiden om naar beneden te komen. Dus je moet wat aardige dingen tegen ze zeggen. Hij had een lijstje gemaakt van 12 dingen, of 15 dingen die zouden moeten gebeuren. Ik zal ze niet allemaal oplezen, maar hij bijvoorbeeld stelde voor dat we
de penalty shootout van het halve finale van het wereldkampioenschap in 1990 ging overdoen totdat de Engelsen zouden winnen. Dat de Fransen zouden beloven dat ze altijd 100.000 ton cheddar zouden importeren elk jaar. Ondanks dat ze het niet opeten, omdat ze verder zelf veel lekkerdere kaas hebben. Of dat de Spanjaarden zouden beloven dat in al hun atlassen de Falklandeilanden niet meer Maldives genoemd zouden worden, maar de Falklandeilanden. En op die manier kun je de Engelsen verleiden tot zeggen, ja, maar wij vinden jullie best wel aardig. Kunnen best meedoen. Dat stond er niet bij, daar had ik niet over nagedacht. Kan je het lijstje geven als je het wil lezen. Maar goed, maar dat sentiment laat zien dat sentiment een belangrijke rol speelt. Nou, en dat speelt ook een beetje met het idee dat Engeland een grootmacht is. Wat het jingoïsme is, dat is een beetje een term uit de laat 19e eeuw. Het vieren van de grootheid van Engeland ten aanzien van het wereldrijk. Wij zijn het beste volk, wij moeten eigenlijk de rest een beetje besturen, want wij kunnen dat het beste. De Engelse isolatie die ook hiermee betekent of uitgetekend wordt. En dat hangt dan natuurlijk weer samen met het empire wat teruggaat. Nou, en ook met die wereldmacht die naar beneden gegaan is. Maar die ideeën dat ze nog steeds dat ze zo'n groots volk zijn, die in staat zijn geweest om de halve wereld te regeren, de wereldmacht te zijn voor lange tijd, dat zit nog wel steeds tussen de oren. En dat heeft ook een effect op hoe men zich positioneert ten aanzien van Europa. En dat heeft met dat gevoel dat van empire en jingoïsme te maken. En ook met het idee dat je een wereldmacht bent. En die wereldmacht werd wel ten tijde van de Suezcrisis ondermijnd, maar bleef nog steeds bestaan in Engelse ogen, omdat zij dachten van nou, wij hebben een speciale relatie met de VS, dat is de wereldmacht. Nou, wij kunnen eigenlijk bepalen wat de VS doet, omdat we zo'n speciale relatie hebben. En daarom zijn wij eigenlijk de wereldmacht, maar zij doen het voor ons. Zo werd er een beetje over nagedacht. En dat werd een beetje verbeeld, al vroeg op deze wijze met Uncle Sam en Engeland. En dan hebben we dat ook in de jaren 80 met Thatcher en Reagan, die een echt hele een innige band hadden. Maar dat werd gaandeweg werd die special relations toch wel steeds minder. En ten tijde van de Irakoorlog werd Tony Blair gezien als de poedel van Bush. Bush en dat is Blair. Dus dat laat die relatie wel weer anders zien dan als we het hier bekijken of daar. Of als je er tegenwoordig naar kijkt, dan is die relatie ook misschien wel een beetje bekoeld, zou je kunnen. Nou, en dat de enige wereldmacht eigenlijk die Engeland nu nog is, vertaalt zich eigenlijk via de Commonwealth, zou je nog kunnen zeggen, dat ze daar via wat invloed hebben. Maar dat is ook niet heel erg veel te zeggen. Nou, een laatste, dus dat zijn meer politieke sentimenten en politieke overwegingen, bredere politieke overwegingen, die verklaren waarom Engeland zich toch altijd anders is blijven voelen dan Europa. En die verhouding altijd een beetje voorwaardelijk is geweest. En een laatste onderdeel daarvan, hoe mensen dat legitimeert, zeggen, maar eigenlijk zijn wij een heel ander soort volkje cultureel gezien dan Europa. Europa is een volk waarin gemeenschapszin telt, maar in Engeland is het individualisme wat hoogtij viert. En Europa, die Europese integratie, is geen vorm van individualisme, maar van collectivisme. En dat past niet bij ons. En dat legt men dan uit. Ja, wij hadden de Magna Carta, daar werden individuele rechten al vastgelegd, al in de 11e eeuw. En dat was voor Europa al. Dat gebeurde in Europa niet, maar wel in Engeland. Wij hebben een heel bijzondere relatie daarmee. En dat vertaalde zich ook weer in het hebben van in een vroeg stadium van boeren die hun eigen land bewerkten, die een eigen boerderijtje hadden, weliswaar onder pacht vaak, maar toch een eigen boerderij onderbouwden, terwijl dat in Europa nog vaak collectief gebeurde. En dat is in Engeland ook weer veel eerder gebeurd dan elders. En het liberalisme is natuurlijk een stroming die met name door Engeland, toen ze het nog als grootmacht waren, heel erg is uitgedragen. Wij zijn een land van de liberalen. Er is ook, als je ook naar de welvaartsstaat kijkt, is dat ook een uiting van een soort liberale vorm en niet van een sociaal-democratische vorm die we elders vaak zien, of een christendemocratische vorm. En heel recent is er zelfs gezegd dat er onderzoek gedaan is dat er een gen is voor individualisme en er is een gen voor collectivisme. En de Engelsen zijn de enigen die dat gen van het individualisme in grote mate aanwezig hebben. Dat schijnt waar te zijn. Ik heb het maar van horen zeggen. Goed, als je
En dat zijn die vier elementen, dat sentiment, het idee dat ze een ander soort cultuur, volk zijn wat niet zo goed past bij de Europa en in dat individualisme, dat ze nog steeds in hun hoofd eigenlijk een wereldmacht zijn en dat ze Europa hun tegenhoudt in het zich uiten als wereldmacht, dat zijn allemaal elementen die deels mede verklaren waarom buiten een groep van mensen die in heel Europa structureel ongelukkig is met de politiek zoals die is en daardoor misschien wel tegen Europa is, is er in Engeland eigenlijk die groep wat groter geworden. Dus dat verschil tussen, zeg maar, als wij hier in Nederland een anti-Europa stemming zouden hebben, dan zou het niet verbazend zijn als er 20, 25 of 30% van mensen stemt voor een nexit. Maar het is dat verschil tussen die groep, die is in sommige landen wat groter dan andere landen. Maar in Engeland is die eigenlijk het grootste. En dat ligt een beetje, dat verschil moeten we eigenlijk verklaren door dit soort elementen. Althans, dat zijn de elementen die genoemd worden als verklaring. Het is niet dat ik ze allemaal bedacht heb. Zover gaat het ook weer niet. Goed, hoe vertaalt zich dat dan? In Engeland, we hebben nog 5 minuten, dus daar kan ik nog wel iets over zeggen. Laten we eerst even kijken naar hoe Engeland eigenlijk stemde. Of het Verenigd Koninkrijk stemde. En dan zie je, hoe blauwer het is, hoe meer mensen binnen de EU willen blijven. Dus heel Schotland was in meerderheid, in alle kiesdistricten, was Schotland in meerderheid voor het blijven in de Europese Unie. En je ziet dat het in Londen, de grote steden, zijn vaak voor het blijven in de Europese Unie. En het platteland en het hartland van Engeland is eigenlijk, vooral hoe dichter bij de Europese Unie, hoe meer ze er tegen zijn, valt me nu opeens op. Je ziet dat ook een beetje in Noord-Ierland. Maar goed, dus in Schotland was 62% voor het blijven in de Unie en 38% wilde eruit. Nee, dat is niet. Dat klopt niet. Want het zuidoosten van Engeland is het rijkste deel. Het platteland is het rijkste deel van Engeland. Dus Schotland is ook. Hij heeft ook heel veel arme gebieden. Schotland heeft niet een hoger GDP dan Engeland. Engeland is het rijkste deel van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is niet een. Economisch kun je dat niet zo goed verklaren. Het is natuurlijk meer geïnternationaliseerd in de steden. Dat is natuurlijk wel zo. Maar die hadden niet allemaal de stemrecht natuurlijk. Mensen uit Polen hadden geen stemrecht tijdens de Brexit-referendum. Goed. Heb ik nog even op een andere manier simplistisch voorgesteld. Dit zijn de verhoudingen in de 4 delen. En dat verklaart natuurlijk ook wel waarom Schotland een beetje anders reageert op die Brexit. En ze nu eigenlijk weer een referendum willen hebben over de Brexit. Dus als we even per land kijken, dan heb je in Schotland, waarom was Schotland nou eigenlijk zo voor of tegen een Brexit? En nou, dan kun je over zeggen, Schotland heeft een lange geschiedenis van eigen instituties. Door de olie die in de Noordzee zit, hebben ze wel economische sterke ontwikkeling doorgemaakt, maar waren ze heel ver achter en is dat nu een stuk minder geworden, maar lopen nog steeds wel financieel achter. Maar denken eigenlijk wel, hoewel die olie nu bijna op is, dat ze daar zelfstandig mee door kunnen gaan. Daardoor is de Schotse politiek ook veel linkser dan de Engelse politiek. En die hebben ook devolutie, teweeg van 1997. En als je eenmaal deels zelf mag besturen, dan is de neiging natuurlijk ook om nog meer zelf te willen besturen. Het monster van Loch Ness, wat in de vorm van onafhankelijkheid zich voordoet, was natuurlijk wel aanwezig. En de gedachte dat Schotland wilde al onafhankelijkheid en nu de Brexit laat zien dat Engeland en Schotland wat dat betreft hun toekomst anders zien, geeft ook weer aanleiding om weer een nieuw referendum te hebben over het verschil tussen Engeland en Schotland en dat we eigenlijk daar naartoe moeten gaan. Nou, een ingewikkelder element van de relatie tussen Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En er zijn eigenlijk 3 aspecten waar ze over moeten onderhandelen. Dat zijn financiële afwikkeling. Dat hebben ze nu min of meer wel gezetteld op 50 miljard. Er is natuurlijk een onderhandeling over de economische verhoudingen in de toekomst. Nou, die is bezig. En het meest problematische onderdeel is echter de Ierse grens. Dus daar wil ik in ieder geval nog even iets over zeggen. Daar weet ik ook nog wat meer van. De Ierse grens is heel belangrijk omdat er in Ierland, dat weten de ouderen onder jullie zeker nog wel goed, dat er in Noord-Ierland 30 jaar lang een oorlog is uitgevochten. Met meer dan 3000 slachtoffers. En als je dat vertaalt naar Nederland, we spreken eigenlijk over een oorlog van
jaar of 30, waarin, als je dat naar Nederlandse verhoudingen zou zeggen, ongeveer 35.000 mensen gestorven zouden zijn. En dus het is een serieus conflict, laten we het zo uitdrukken. En dat conflict heeft nog steeds belangrijke consequenties voor hoe aangekeken wordt tussen de grens tussen Noord- en Zuid-Ierland. Want een onderdeel van het oplossen van dat conflict was dat Noord en Zuid samen zouden samenwerken en dat er intergouvernementele instituties zijn. Dus dat Noord-Ierland en Zuid-Ierland op bepaalde terreinen samen beleid voeren. Bijvoorbeeld ten aanzien van toerisme. En ten aanzien van economische ontwikkeling, ten aanzien van visserij. Dus als Noord-Ierland opeens uit de Unie zou vallen, dan zou dat die samenwerking niet meer kunnen. En dan komt het hele vredesverdrag tussen katholieken en protestanten, tussen nationalisten en unionisten in Noord-Ierland op ter discussie te staan. En daar is men serieus bang voor, gezien die historie van geweld. Dat maakt het nog een keer gecompliceerd, omdat de huidige coalitie, of de huidige conservatieve partij in de regering afhankelijk is van één van de twee partijen in Noord-Ierland, van de unionistische partijen in Noord-Ierland. Dus ze kunnen niks doen, ze kunnen niet iets bepalen in die onderhandelingen met de EU over de grens tussen Noord- en Zuid-Ierland, dat tegen de belangen ingaat van de unionisten in Noord-Ierland. En de unionisten zijn niet erg voor dat vredesverdrag, want daar hebben ze tegen gestemd in de tijd. Maar zij zijn nu de ondersteuners van de conservatieve partij. Dus dat maakt het heel gecompliceerd wat de bewegingsruimte is van de Engelse regering. Nou zijn er ook nog allerlei verdragen tussen Zuid-Ierland en het Verenigd Koninkrijk die het ook nog ingewikkeld maken. Er is een Common Travel Area, dus er is een verdrag die bepaalt dat Ieren vrijelijk kunnen reizen naar het Verenigd Koninkrijk en andersom. Dat betekent ook dat wij, als wij naar Ierland reizen, een paspoort moeten laten zien, omdat wij, en dat Ierland niet meedoet met de Schengen Area, omdat ze zitten in een Schengen Area met het Verenigd Koninkrijk. Dat niet alleen. En het andere is de Belfast Agreement, dat is het vredesverdrag van 1998 in Noord-Ierland, dat ook alleen maar uitgevoerd kan worden als er geen harde Brexit is. Want ze moeten samenwerken, Noord en Zuid. Nou, dat creëert nogal een probleem over die grens. Als we even kijken naar de manier, het is de identiteit, dus het groene zijn nationalisten in dominantie, het blauwe zijn unionisten in dominantie. Nou, wie stemde ervoor, blijft in Europa, en wie stemde daartegen? Dat is redelijk een één-op-één relatie tussen die twee. Nou, wat is nu het probleem? Dat zal ongeveer het laatste zijn wat ik ga vertellen. Dat moet het laatste zijn wat ik ga vertellen. Is, wat gebeurt er nou? Er zijn vier opties met de grens. En wat je eigenlijk moet doen is, er is een paradox, zeg maar. Wat er gezegd moet worden is dat de grens tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die mag niet hard zijn. Want het is een Verenigd Koninkrijk. Dus er kan geen grens zijn tussen tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Of Groot-Brittannië. Tweede zegt, er mag ook geen grens zijn tussen B en C. Dus tussen Noord-Ierland en Zuid-Ierland vanwege het Belfast Agreement en vanwege de Common Travel Area. En C is, er mag geen harde grens zijn tussen Ierland en Europa, want Ierland is onderdeel van Europa. Dus er mag geen harde grens zijn hier, er mag geen harde grens daar en er mag geen harde grens daar. Dan is de vraag, wat gaan we dan doen? Waar wou je hem hebben? Precies, hè? Want tussen A en D moet er een harde grens zijn, omdat je een Brexit hebt. Klopt. Goed, mijn tijd is op, heb ik begrepen. Bedankt, maar, Joost, voor je verhaal. Ja. Maar heeft nog iemand een vraag? Dan kom ik langs met de microfoon. Dank je. Je had het over historische invloeden, zoals Magna Carta en zo, en ik vroeg me af, tot in hoeverre heeft dat invloed, of waarom heeft dat invloed, als de gemiddelde Brit daar niet eens over leert of zo, je had het over een grens, maar daarnaast, ja. Is dat echt van diep? Nou, het is natuurlijk instrumenteel, het is niet zo dat de Engelsen zeggen, omdat er de Magna Carta was, moeten wij een Brexit hebben. Maar het is meer dat er redenen zijn om te denken, omdat ze dat willen, en dat legitimeren ze dan door te zeggen, wij zijn altijd al anders geweest. En dat kan je bewijzen aan de hand van de Magna Carta, aan het feit dat wij individuele boeren zijn, of dat wij liberaal zijn, dat we een gen hebben voor individualisme. Wij zijn individualisten, dat wordt heel snel gezegd, heel vaak, heel lang al gezegd, voordat ze dat gen ontdekten. Dus het is natuurlijk een instrumenteel gebruik van
iets wat er aanwezig is. Maar het feit is wel zo dat de Magna Carta wordt heel erg naar voren gebracht door de, ook door de Engelse overheid, om te laten hoe bijzonder dat is, dat de Engelsen bijzonder zijn. En die bijzonderheid van Engeland vertaalt zich weer aan een wens om niet aan te sluiten bij een integratieproject als Europa. Dus het is een beetje een wisselwerking tussen die twee. Maar als er geen wens zou zijn tot een Brexit, dan zou dat ook irrelevant zijn. Dat ben ik gelijk met je eens, die Brexit. De Magna Carta. Nog een vraag? Ja. Ja, ik snap niet precies wat het verschil is tussen de Magna Carta en dan gewoon het chauvinistische. Want Fransen zijn erg chauvinistisch en eigenlijk hebben die Britten dat ook. En toch zie je dat politiek dan niet terug. Ja, dan moet ik een specialist van Frankrijk worden eventjes voor jou. ik wil er best een gedachte over ontwikkelen. Het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met een regio als die onafhankelijkheid wil, zeg Catalonië. Of, en dat kun je, of het Baskenland in Frankrijk en Baskenland in Spanje. Het zijn allebei delen van een groter geheel die een eigen identiteit hebben. Je kunt het ook vergelijken tussen Normandië en Bretagne. Normandiërs zeggen, wij zijn heel bijzonder, wij zijn Normandiërs. En dat laat zien dat wij de beste Fransen zijn. Bretonners zeggen, wij zijn anders en dat betekent dat we onafhankelijk moeten zijn. Ja, dus het is een beetje, hoe vertaal je dat chauvinisme nou naar een politieke stellingname? Ik denk dat je het in die zin moet zien. En Frankrijk ziet haar grootsheid bewezen vanuit haar connectie met Europa. En Engeland ziet juist haar grootsheid buiten Europa. Dat is denk ik het verschil. Nog iemand een vraag? Ja, ik vroeg mij af... hoe het met de financiële sector eigenlijk zal verder gaan met Brexit. Daar zijn ze nogal afhankelijk van, economisch gezien. Ja, ik zal niet pretenderen dat ik daar het antwoord op weet. Maar het is wel zo dat Engeland eigenlijk al een eeuw geleden besloten heeft om de financiële sector prioriteit te geven over de industriële sector. Dat verklaart ook een beetje de industriële neergang van Engeland. Omdat ze daar heel veel geld mee verdienen met het zijn van een financieel centrum. Nou, een deel van die financiële dienstverlening die is niet zo afhankelijk van de Unie, van de banden met de Unie. Dus een groot deel zal wel degelijk in Engeland, in Londen blijven. Maar, zover ik het begrepen heb, er zijn inderdaad ook onderdelen die naar Frankfurt zullen gaan vertrekken. Er zijn natuurlijk al tekenen van dat er bepaalde banken hun afdelingen in Europa vergroten, omdat een bepaalde soort handelstromen met de euro veel meer binnen Europa kunnen plaatsvinden. Maar dat financiële centrum is ook een centrum in de zin van dat het internationale verzekeringen doet. Van handelstromen en dergelijke. En dan maakt het niet zo heel veel uit waar je bent. Zoals ik het begrepen heb, is die financiële dienstverlening veel diverser dan dat die afhankelijk is van de Europese Unie als zodanig. Maar het zal een deel van hun dienstverlening moeilijker maken. Aan de andere kant zal de regelgeving waarschijnlijk lichter worden. Dus er kan wat meer dingen gebeuren die niet in Europa kunnen. Waardoor er misschien weer een bepaald deel van handelsactiviteit juist naar Londen gaat. Of wij dat dan legaal vinden is wat anders, maar als dat mag binnen Engeland, dan heeft dat natuurlijk ook weer een voordeel. Dat is ook de gedachte die ze hebben, dat als ze buiten de regels zijn van Europa, dat dan vrijheid geeft aan de economen, aan de economie en daarmee een ontwikkeling. Dat is iets wat ik niet genoemd heb, maar heb ik nog een half minuut voor. Of 2 minuten gaf ik. Dat sentiment is ook veranderd. Het is eigenlijk een soort kernpunt daarin is Thatcher, die ik wel genoemd heb. Thatcher was namelijk eerst voor de Europese Unie en de integratie van de Europese munt. Want zij was voor de euro eigenlijk, of de EMU, omdat ze dacht dat daarmee de economie verder ontwikkeld zou worden. En pas later begreep ze dat ze eigenlijk ook een handtekening had gezet onder politieke integratie. En dat realiseerde zich pas een paar jaar na dat ze dat had ondertekend. In 1987 kun je dat vrij goed vaststellen dat ze in 1987... opeens begreep, dit is helemaal niet mijn bedoeling dat we een politieke integratie krijgen. En dat verklaart ook die hele groep van anti-Europese conservatieve parlementariërs die zich na Thatcher hebben ontwikkeld. En die verklaren waarom de conservatieven enigszins veranderd zijn van een pro-Europa partij juist naar de anti-Europa partij. En dat onderdeel van de conservatieve partij heeft Cameron onderschat toen hij zijn referendum organiseerde. Hij wilde die oppositie in zijn eigen partij uitschakelen door een referendum te hebben. Dat gewonnen zou worden door hem. En dan had hij geen oppositie meer. Maar het werd verloren en toen was hij weg. Maar dat was een verkeerde inschatting. Maar wat er achter zit,
is een tweestrijd in Engeland over wat voor economie Engeland moet zijn. En dat is eigenlijk tussen een laag lonenland of een hoog welvaartsland. Dat is maar een beetje, dus zij zeggen eigenlijk van hoog welvaart genereer je door zoveel mogelijk banen te hebben, een beetje op de Amerikaanse wijze. En dat is een heel sterke stroming in het gedachtegoed van de conservatieven met name. En die willen een lage lonenland waar iedereen aan het werk is. En weliswaar niet zoveel verdient, maar in ieder geval werkt iedereen. Dat genereert welvaart in zijn algemeenheid voor het land. En dat is een andere insteek dan Europa voorstaat, waarin er allerlei minimum eisen zijn voor minimumlonen en minimum arbeidsvoorwaarden. Dus die tweestrijd ligt ook ten grondslag aan steun in de hogere economische echelons van Engeland voor de Brexit. Omdat ze eigenlijk naar zo'n economie toe willen. We moeten het hier helaas bij laten. Joost, nogmaals bedankt voor je verhaal. Jullie voor jullie aandacht en komst. Vanavond zijn we ook in Theater de Vesten met professoren in de theaterarena. En over 2 weken, op dinsdag 8 mei, zijn we hier weer met een lunchlezing over Iran. Graag tot ziens.